We zijn bij het pluimveebedrijf Kieftenbelt. We hebben een scharrelbedrijf met 40.000 kippen. We doen een klein deel in de huisverkoop om te laten zien waar we mee bezig zijn eigenlijk. En de rest van onze eieren gaan eigenlijk naar het pakstation, die ze dan weer verpakt in doosjes van 10, 12 of 6. De kippen leggen hun eitjes, het ei rolt dan automatisch naar een band. Dan vervolgens pakken wij ze in treetjes van 30 stuks. En een klein deel die verpakken we zelf en die verkopen we hierachter in de eierautomaat. De mensen die bij ons op het erf komen en je het gewoon het verhaal vertelt, die begrijpen het waar je mee bezig bent. Maar ja, de burger die verder van de boerderij afstaat, die heeft een vooroordeel, ja. En dat is ook onder meer waarom wij die vleesautomaat en de eierautomaat zijn begonnen. Gewoon om te laten zien waar het voedsel geproduceerd en gemaakt wordt. Dat het een eerlijk, goed product is. Ik denk wel dat er een toekomst voor ons is hier in Nederland. Want we hebben gewoon voedsel nodig. En hier in Nederland is het voedsel gewoon hartstikke veilig. Het wordt heel duurzaam en diervriendelijk geproduceerd. Het is eigenlijk een groep boeren, boerinnen die willen laten zien waar we mee bezig zijn. En er zijn al heel veel initiatieven die daarmee bezig zijn. En op zich doen ze het allemaal hartstikke goed. Alleen er is geen samenwerking. We zijn versnipperd. We werken soms langs elkaar heen. En we willen eigenlijk met z'n allen alle krachten samenbundelen om het verhaal van het voedsel waar het geproduceerd wordt, hoe het geproduceerd wordt, om dat met z'n allen naar buiten te dragen. Want alle boeren hebben ieders voor zich een heel goed verhaal over hun eigen product. En als we dat met z'n allen maar blijven herhalen, dan moet dat toch een keer overkomen.